Hallo lieve mensen, mijn naam is Samson. Vandaag zijn we hier bij Mission Amsterdam. We hebben zojuist het onderwijs gekregen. We gaan nu de straten op. We worden nu allemaal verdeeld in teams in verschillende steden. Ik ga persoonlijk naar Hoofddorp en ik neem jullie vandaag mee. Well, like this week, what's so encouraging to me is we really do this as a family, you know? Like, hey, we are rejoicing in together in the harvest, you know? And I go into the bus, like, I don't know from where this boulders came. Oh, definitely. From the Lord. And then I started preaching, and they were so, like, looking at me, and they were so enthusiastic. They were not scared or anything, like, they were, like, so ready. And so many were did a salvation prayer with me. Wow. Like, yeah, we calculated, they were like, the bus was full. Wow. Actually, the bus was full, so all of them heard the first part, well, the whole script, of course, and I think half of the bus did the salvation prayer with me. Dank u wel, heren, dat u met uw vrede die alle verstand te boven gaat ons hart en zinnen zal bewaren in u, Jezus Christus. Dank u, heren, voor een ieder van vandaag. En ik bid vrijmoedigheid uit over een ieder van ons. Heren, grotere vrijmoedigheid die u tot nu toe ooit gehad hebben. Halleluja. So, we have a group of 77 people. I see just now, what a great group on a rainy Wednesday morning. But that doesn't matter, halleluja, because we go in the fire of the Holy Spirit. Halleluja. It's been totally phenomenal. I mean, supernatural as well. It's only day four. We started on Saturday, and I mean, we had about 80 people every single day that took their week off to be here to receive the teaching. And it's really like such a hunger and a fire with which our students or the soul winners go out, the evangelists go out. And so far, only in alone 3 days, the first 3 days, we have already prayed with 1,800 people. Like, it's amazing. In different places, we've been going to Leiden, to Hoofddorp, to different places in Amsterdam, to Harlem, to just Schiphol even, and many, many people that receive Jesus on the streets. God is doing it. We are so thankful for what we are seeing. Yes, we gaan nu lekker naar Hoofddorp. We hopen op wat geweldige getuigenis. Misschien wel woord van kennis, genezing. Je weet nooit hoe de Heilige Geest bewegen. Hoe bereid je je voor op zulke dingen altijd? Dat is het ding, je kan je niet voorbereiden totdat je zelf uit de stap en dan komt God je bijhelpen. En dan krijg je woord voor kennis, genezing, kracht van genezing en dergelijke. Dus daar kun je eigenlijk niet voor opbreiden, dan moet je gewoon lekker uitstappen. En dit gaat om eeuwig leven en eeuwig dood. Dus niet iets kleins, dus dat motiveert mij wel en laat me wel bewegen van binnen. Nou, die persoonlijke relatie met iedereen. Dus wat heel veel... Hoe ik het meestal verbeeld is eigenlijk als ik daar aankom, dan heb ik het gevoel dat hun ziel begint te schreeuwen eindelijk. Die verzoening die begint tot hun zicht te komen. Dus die verzoening met God, die relatie, die persoonlijke relatie. Hi, goeiedag. Spreken jullie Nederlands? Ja. Oh, mooi. Heeft ooit iemand jullie verteld dat God van jullie houdt en dat hij een plan heeft voor jullie leven? Nog nooit? Wauw, ik vertel jullie vandaag dat hij van jullie houdt en dat hij een plan heeft voor jullie leven. Hey, kort vraagje, hè? Stel je voor, als jullie nu binnen seconden zouden te komen overlijden, het gaat niet gebeuren, maar stel je voor, als je nu zou te komen overlijden, zouden jullie zeker weten, zonder enig twijfel, dat je naar de hemel gaat? Moeilijke vraag, hè? Ja, je zegt ja? Geweldig. En jij, vriend? Jij denkt het ook mooi. En waarom weet je het zo zeker? Dat is goed, hoor. Oh ja. Ja, omdat je goede dingen doet. Dat is goed. En waarom zou jij zeker weten dat je naar de hemel gaat? Ook zo, ook omdat je goed bent geweest. Dat is mooi. Ik ga kort met jullie delen wat de Bijbel zegt. Er staat, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. In Christus Jezus, onze Heer. De Bijbel zegt ook, ieder die de naam van de Heer aanroept, zou gered worden. En met een ieder, wat jullie bedoelt toch? Als jullie vandaag het geschenk, het eeuwige leven dat God voor jullie heeft, wilt aannemen, bid mij dan kort het gebed naar. Zeg, lieve Heer Jezus, kom in mijn hart, vergeef me mijn zonde, was en reinig me, zet me vrij. Jezus, dank u, dat u stierf voor mij. Onthoud Dané en Lisa, ren altijd naar God toe en niet van hem weg, wat hij houdt van jullie. Zoals jullie hebben gezien, in een kleine 15 minuutjes en een kwartier hebben we 4 mensen naar de Heer mogen leiden. In een korte tijd van 2 minuten, zonder discussies. Dus ik wil jou ook bemoedigen, stap uit.
De Bijbel zegt toen ze bijeen badden, bad ze voor vrijmoedigheid dat het hele huis schudde. Het ding is, je gaat geen vrijmoedigheid krijgen totdat jij zelf uitstapt. Want je moet handelen in geloof. Dus ik wil je uitnodigen, doe dit in de trein, op stage, op werk. Ik wil je echt bemoedigen en bekrachtigen om het te gaan doen, want het is levend verandering. Honger naar de dingen van God. En vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered, ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel. Omdat ik Jezus in mijn hart heb. Amen. We worden nu eruit gekikt van het centrum. Omdat we blijkbaar iets aan het verkopen zijn. Maar dat doen we helemaal niet. Je ziet hè, met een paar mensen kun je al opwekken. De duivel voelt het aankomen. Hij voelt het vuur. Dus we worden al gelijk aangesproken en eruit gegooid. Dus we gaan hier voor de deur even nog steeds door. We gaan niet opgeven. Vervolging hoort erbij. Dus we weten dat we iets goeds aan het doen zijn. Want het vuur is too much. Dus we gaan ook niet in discussie, dat heeft niet heel veel tijd. Dat gaat ons tijd kosten en het is gewoon zonde van ons tijd. Dus we gaan in gehoorzaamheid gewoon eruit en we'll see. So, we gaan eruit. Oh.